Good morning. Dit is echt helemaal top. Het is super vroeg op zondagochtend. En ik weet niet of je het hoort, maar die helikopter die cirkelt echt al een uur boven mijn huis. En daar gaat hij weer. Op beeld lijkt het heel ver weg, maar hij vliegt echt heel dichtbij. Dus hij zoekt hier iets in de buurt. Het is zondag, Formule 1 dag. Wij zijn trouwe fans. Hé, Pip? Zit er met zijn rug naartoe. Good morning. Het is weer maandag, jongens. Het gaat dat snel. Pip is ook wakker. Die hoorde mij ontbijten. En die wacht nu op zijn snackie. Dus die ga ik zo even voor hem pakken. En dan ga ik even snel douchen. Mijn wekker gaat. Het is bewijs dat ik voor de wekker ben opgestaan vandaag. Hey Stinky, wat gaan we doen? Wij gaan alle was opruimen die hier door het hele huis verspreid ligt. Ja, want alles is droog. Let's go. Oh, jij peert hem alvast. Lekker hoor. De koffie staat lekker te pruttelen. Ik heb al een celery shake op. Dus, let's do this. Goedemorgen, het is inmiddels dinsdag. In de laatste drie vlogs hebben jullie kunnen zien dat ik onwijs druk was met een heleboel events waar ik geweest ben. Dat betekent natuurlijk wel dat ik op dat moment niet achter mijn laptop kon zitten. En dat houdt in dat ik deze week, in ieder geval 3 dagen, fulltime achter mijn laptop zit en een heleboel inhaalwerk moet doen. Dus dat wordt een saaie vlog en waarschijnlijk ook iets korter. Maar ik ga mijn best doen. Dit zijn de dagen die er natuurlijk ook bij horen. Dus dit ga ik ook gewoon allemaal filmen voor jullie. Ik heb maar 3 dagen om al het inhaalwerk te doen. Want daarna ga ik weer een week weg. Althans ben ik weer een week heel druk buiten de deur. Vandaag ga ik een heleboel mailtjes versturen. Ik ga mijn inbox even bijwerken. En ik heb ook nog een aantal salesvoorstellen die ik door moet nemen. Dat is dus de planning voor vandaag. Daarnaast ga ik een aantal boodschappen doen. En ja, dit wordt dus echt een thuisvlog. Dus jullie gaan zien wat ik de komende 2 dagen ga doen. En buiten het feit dat het voor mijn werk heel belangrijk is om nu eventjes een inhaalslag te maken achter de laptop, is het ook voor mijn gezondheid heel belangrijk om af en toe eventjes die balans te pakken en te zorgen dat ik een aantal dagen achter elkaar thuis ben, zodat ik heel gestructureerd kan eten in verband met suiker. En ja, dat zorgt er ook voor dat ik weer eventjes bij kan tanken en dat ik weer een heleboel events aan kan de komende tijd. Ik ben ondertussen bezig geweest met het redigeren van ons ochtendartikel op Lifestyle Nieuws. Dat is dit artikel: tips voor het besparen van tijd in de ochtend voor alle drukke dames onder ons. Dus mocht je dit interessant vinden, go and check it out op www.lifestylenieuws.nl. We zijn inmiddels een aantal uur verder en ik heb al aardig wat werk op zitten, dus dat gaat goed. Ik ben nu eventjes bezig met het maken van een lunch. Voor mij is het meest fijn om, als ik deze balansdagen heb thuis, zoveel mogelijk hetzelfde te eten. Dat zorgt ervoor dat mijn suiker het meest stabiel blijft en dat ik precies weet hoeveel insuline ik nodig heb. Ik bedoel dan niet dat ik de hele dag hetzelfde eet. Ik bedoel dan vooral dat ik 3 dagen achter elkaar hetzelfde ontbijt, hetzelfde lunch en hetzelfde diner, ongeveer qua koolhydraten en suikers. Ja, dat werkt voor mij het beste. Dat zorgt ervoor dat ik weer helemaal in balans kom en dat mijn suikerspiegel stabiel blijft en dat ik me gelijk een stuk fitter voel en daar heel erg van opknap. Dus daar ben ik nu mee bezig en dat betekent dat ik lunch met havermout. En daarnaast zorg ik dat ik heel veel water binnenkrijg, in dit geval in de vorm van thee. Minimaal 2 liter per dag. Dat drinken van minimaal 2 liter per dag, dat doe ik eigenlijk elke dag. En 99% van de tijd lukt dat ook. Soms lukt dat niet en dan merk ik dat direct de volgende dag aan mijn huid. Het wordt gelijk trekkerig en heel erg droog en de kleur verdwijnt ook direct. En daarnaast worden mijn lippen heel erg droog. En ja, komen allemaal velletjes op, doet zeer, komen kloofjes in. Dus heb jij last van droge lippen? Ga dan meer water drinken. Dat is echt de oplossing. Dit zijn de basisingrediënten voor mijn favoriete havermoutgerechtje. Je ziet nu alles nog goed liggen, dus ik zal even nogmaals vertellen wat hierin zit. Dat heb ik ook eerder gedaan. Het is dus havermout, heb ik in dit geval gemaakt met melk. Rauwe cacao zoals je ziet. Pindakaas. Kurkuma,
geelwortel dus, want dat werkt ontstekingsremmend. Het is gewoon heel erg gezond voor je lichaam. En daar hoort altijd wat zwarte peper bij, anders wordt de kurkuma niet opgenomen, niet goed genoeg opgenomen door het lichaam. Dus vandaar. Daar heb ik ook een klein beetje zeezout bij gedaan en dit ga ik nu eventjes roeren. En dan heb ik nog wat blueberries als topping. En dan is dit het resultaat. Dit is overigens niet genoeg voor mij, dus dan heb ik nog lekker een banaan bij. En Pip is natuurlijk ook weer van de partij. Die wacht op zijn SNAC-kaartje. Als ik gegeten heb. En ik heb ook eventjes zijn nageltjes geknipt. Dat doe ik zelf. Daar heb ik een speciaal tangetje voor. Dat heb ik niet opgenomen omdat ik er echt even twee handen voor nodig heb. Anders dan doe ik hem misschien wel pijn. Hij heeft er een hekel aan, maar hij laat het wel toe. En het is ingewikkeld bij hem omdat... Pip, mag ik heel even laten zien? Omdat hij zwarte nageltjes heeft. En je absoluut niet kan zien waar de nagel eindigt. En het gevoel zeg maar begint. Dus zelfs de dierenarts vindt het moeilijk om hem te knippen. Dus ik doe het echt zelf. Ik weet ongeveer hoe ver ik kan gaan inmiddels. Dus daarom laat hij het denk ik ook gewoon toe en vertrouwt hij mij. Maar ja, dat is ook weer helemaal klaar. Dus hij is weer helemaal verzorgd. Pippi? Ja. Gaan we zo lekker naar buiten? Ja hè? Ga bij mij. Gaan we pimpel? Ja, dat wil hij wel. Het gras is inmiddels zo hoog geworden dat als Pip vooruit loopt, je hem niet eens meer ziet. Kom maar. Hij ziet iets hoor jongens. Oh. Het is 2 uur, dus ik ga even snel boodschappen doen. Want nu is het lekker rustig in de supermarkt. Even mijn spullen pakken. There we go. Zo, boodschapjes zijn weer gedaan. We gaan weer op naar huis. Het is helemaal niet zo warm. Ik heb gewoon mijn winterjas aan. Het is inmiddels 3 uur. En dit is wat ik neem als tussendoortje. Een eiwitshake. Heel laag in koolhydraten. Dus daar hoef ik niet voorbij te prikken. En het zorgt ervoor dat ik een vol gevoel hou. En het zorgt ervoor dat mijn spieren sneller herstellen van het sporten. Hey Pippi, is het... Pippi, is het snacky time? Is het snacky time? Is het... Is het snacky time? Oh Pippi, kijk eens. Oké, dag. Zo, er staat net weer een gloednieuwe fashion diary online. Voor de mensen die dat niet weten, dat doe ik eens in de 2 weken op dinsdag. En daarin laat ik de leukste outfits van de afgelopen tijd zien. Die ik zelf het leukste vond met alle merkdetails. Voor alle mensen die mij daar op dagelijkse basis vragen over stellen. Dus als je nieuwsgierig bent, go and check it out. Pip is het gewend dat ik met hem uitga als ik gegeten heb. Nou heb ik dus gegeten, maar ik ben nog even rustig koffie aan het drinken. En dat duurt meneer iets te lang. Dus elke keer als ik mijn hoofd omdraai, zit hij met zijn pootje aan mijn arm te krabben. Het moet niet gekker worden, hè? We leven hier niet in het land van Prins Pip. Even wachten, ik ben even rustig koffie aan het drinken. We zijn 5 minuten verder en hij dacht, als het rechts niet lukt, dan probeer ik het links. En wat hoger. Dus hij is inmiddels daar gaan zitten. En ja, dat is Pip. Hé Pip? Pip. Zie je, nou reageert hij bewust niet. Want ik ben net een beetje boos op hem geworden. Pip. Pip. Pippi. Het is heel erg dit hoor. Pip. Nee hoor. Die reageert pas weer als ik zeg dat we naar buiten gaan. Ja, hoorde u dat? Ik ben klaar. Ga Pip mee? Pip mee? Pip mee?
Het is inmiddels 8:55 en ik zit uiteraard voor de tv. Eigenlijk had ik een etentje vanavond, maar dat is last minute gecanceld, kon niet doorgaan. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat dit keer niet heel erg vond, want de halve finale van Champions League is vanavond natuurlijk en Ajax zit erin, dus eigenlijk wilde ik dat heel graag zien. En dat kan nu gewoon, dus daar ben ik stiekem wel blij om. Ik heb even wat comfortabelers aangetrokken zoals je ziet. Ik had het een beetje koud, het koelde een beetje af hier. Dus ik zit lekker in mijn zwarte poncho op de bank. En ik ga genieten van de volgende winst. Pip zit er ook klaar voor. Hé Pip? Lekker dekentje. En daar gaan we hoor. Good morning, het is woensdag en ik heb nog een paar uur om alles voor elkaar te krijgen qua werk. En daarna ga ik mijn koffer pakken voor een aantal dagen weer. Zoals ik gisteren al vertelde, dus het is een drukke dag vandaag. Ik ga gelijk aan de slag. Ik ga aan het einde van de middag ook nog even deze vlog monteren, zodat die vanavond online gaat. En ik heb een paar leuke pakketjes binnengekregen die ik jullie ook nog eventjes wil laten zien. Het eerste pakketje wat ik wil laten zien is dit hele leuke object van Rimmel London. Met, het staat er al op, de Wonder Luxe Volume Mascara. Dus die ga ik even openmaken. En zo ziet het eruit als ik het openmaak. Het ziet er echt super luxe uit. Dit is dus de nieuwe Wonder Luxe Volume Mascara. Dus die ga ik even voor jullie uitproberen. Maar ik zie hier dat er nog meer in zit. Namelijk een wenkbrauwproduct. En die zit dan denk ik achter dit spiegeltje verstopt. Even kijken hoor. Ja, en dit zijn ze in 3 verschillende kleuren van licht naar donker. En ik ga het jullie even laten zien. Ik denk de lichtste zal te licht zijn voor mij en de donkerste te donker. Dus ik schat dat de middelste voor mij wel goed is. Ik ga het even uitpakken. De verpakking is best wel klein, dus ik vind het altijd wel ideaal om dat mee te nemen in een etuietje. Even kijken, stel scherp. Het ziet er verder zo uit. Dit is dus een 002 medium kleur, Wonderful Brow. En dit is een 24 uur waterproof brow mascara with fibers. Dus dit is een mascara voor je wenkbrauwen. Even openmaken. Ja, het is ook echt een mascara borsteltje zoals je ziet. Oh, grappig. Dan even kijken hoe het borsteltje van de mascara eruit ziet. Daar ben ik ook altijd wel nieuwsgierig naar. Dit is dus de mascara. Ik even openmaken. En dat, oh kijk, dit is een heel fijn borsteltje met een soort van tandjes erop. Dat werkt altijd wel relaxed, vind ik. Kan je tenminste overal bij. Oké, nou. Die ga ik ook uitproberen binnenkort. Daar horen jullie nog over. Ik ben altijd gek op nieuwe mascara's vooral. En van het wenkbrauwproduct heb ik dus ook nog deze kleur. De 001 Light. En de donkerste kleur. De 003 Dark. En er staat hier nog even precies wat het nou eigenlijk is. Het gaat dus om de mascara. Nou, dat spreekt voor zich. En dan maak je wimperlook af met volumineuze wenkbrauwen. Die perfect in model blijven zitten. Ik moet zeggen dat ik nooit echt iets gebruik voor mijn wenkbrauwen. Ik kan ze wel even in model, maar verder niet. Dus dit is nieuw voor mij, maar ik ga het uitproberen. En deze mascara kost dus €16 in de winkel en de wenkbrauwproducten €10. Dus lekker betaalbaar. Oké, op naar het volgende pakketje. En dat zit in deze doos die ik al even opengemaakt heb. Dus ik weet stiekem al wat erin zit. En daar ben ik echt heel erg blij mee en heel nieuwsgierig naar. Want ik heb meerdere uitgeprobeerd al op dit gebied. Maar deze nog niet. Zoals je ziet zijn het 2 producten van Lancaster. En het gaat om de Sun Products. De Instant Self Tan. In dit geval om de Self Tanning Gel voor het gezicht. En de Self Tanning Jelly voor het lichaam. Nou, ik ben inmiddels mijn koffers aan het inpakken. En Pip doet even de laatste Pipspectie. Het is een beetje veel, want ik kon kiezen tussen een grote koffer of 2 kleintjes. Ik heb uiteindelijk voor 2 kleintjes gekozen zodat ik het kan splitsen, want ik slaap de komende dagen op 3 verschillende plekken. Ja, dus ik ga het gewoon splitsen. Vind ik makkelijker. Dan heb ik in ieder geval steeds een klein koffertje bij me. Daar zitten mijn schoenen, riem,
Of meerdere riemen, meerdere tassen enzovoort in. Meer de accessoire tas. En ja, kleding, medicijnen, pipspullen, laptop, werkspullen, alles gaat mee. Dus dat is even een halve volksverhuizing. Maar goed, we zijn bijna klaar. Hé Pip? Ben je wel klaar? Dan sluit ik bij deze ook de vlog af, want die ga ik dus nu monteren. Want die moet over, nou ja, zo snel mogelijk online. Ja, in de volgende vlog gaan jullie zien waar ik allemaal heen ga de komende dagen. Tot zondag!